We zijn op dit moment op het Krugerplein. En het Krugerplein is een van de pleinen in Stadsdeel Oost. Wij wachten hier op Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam. En hij heeft ons gevraagd om de ochtend tot 1 uur een programma voor hem in elkaar te zetten, omdat hij heel graag in gesprek wil komen met de bewoners van Oost. Ik wil dit elke 2 weken een dagdeel doen. En ik heb in Den Haag als minister dat wekelijks gedaan. En soms keek ik er tegenop, want dan lag er veel werk op je bureau. Maar ik kwam er altijd heel geïnspireerd vandaan, met extra energie. Omdat je juist dan in die andere dagen van de week weet waar het over gaat en waarvoor je het doet. We gaan praten hier op Krugerplein over vooral veiligheid. We gaan daarna naar die mooie nieuwe coffeeshop. Duidelijk een winst voor het plein. We gaan naar Bakker Hartog, we gaan naar de markt. Het is een mooi, gevarieerd programma. De burgemeester woont in ons stadsdeel, dus wij hebben zoiets van een van onze bewoners, die ook nog de burgervader is, komt kijken naar wat er bij ons in de stadsdeel speelt. Maar wat ik fijn vind is dat je eventjes een ochtend hebt om met hem te delen de zaken waar je gewoon zorgen om maakt. Hè? Ondanks alle grote bezuinigingen. Je wil niet dat een wijk die eigenlijk wat vooruitgang heeft geboekt weer achteruit gaat. Dus daar moeten we wel met elkaar goed over praten. We zijn nu 3 weken open en ik moet zeggen, de reacties uit de buurt zijn heel positief. Echt, iedereen is blij dat hier eindelijk iets is. Gewoon lekker kopje koffie, borrelen, lunch, ontbijt, diner. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat de burgemeester zich inderdaad verdiept in wat er echt in zijn stad gebeurt op ieder niveau. We hebben de bloemen gekregen omdat wij samen gaan trouwen. Na bijna 23 jaar samen te hebben gewoond, durven wij het aan om ja tegen elkaar te zeggen. Hey Bart van der Laan, Lidie. Hallo. We zijn in het Kale Appelhuis in de Dappenbuurt, het geboortehuis van Kale Appel. Het Kale Appelhuis is afgelopen april geopend op de geboortedag van Kale Appel. En sinds die tijd wonen er kunstenaars. En eind dit jaar gaat het huis open voor het publiek. Dus het is ontzettend leuk dat de burgemeester als eerste hier een bezoekje komt brengen. Hallo. Hey, burgemeester. Ja. Hallo. Hey, met Jan. Ik heb hier een ruimte en in de loods hier. Oké. Ik vond het enig en heel erg nuttig ook. We hebben, het is heel fijn om gewoon met mensen te praten en hen de kans te geven te zeggen, dit en dat wil ik met je bespreken. En vooral als je dan de gelegenheid hebt, zoals we vanochtend een paar keer hadden, om door te vragen, door te praten. En ook wedervragen te stellen. Van, en hoe denk je zelf dat we dat ook kunnen oplossen? Dat is gewoon een feest. Want de mensen zijn zo openhartig en hartelijk. En ik heb nuttige dingen gehoord.